Alles heeft zijn tijd. Laten wij het voorbeeld nemen aan drie bekende Surinamers uit onze Surinaamse geschiedenis. Kwakjo, Mentor en Present. Jarenlang werden zij door de koloniale machthebbers weggezet als misdadigers, als dieven en bandieten. Tegenwoordig worden hun namen met ere genoemd en jaarlijks herdacht. En de tijd gaat komen dat ook onze 15 helden hun monument zullen krijgen. Ja, daar hebben ze recht op. Hun namen zullen met eer en respect genoemd worden. Dat zal komen. De waarheid zal overwinnen. Het komend jaar mogen wij een belangrijke stap naar de waarheid in het 8 december strafproces verwachten. Waarheid wil echter nog niet zeggen dat er ook automatisch recht zal geschieden. Er kunnen tegenkrachten zijn die de uitoefening van recht voor zekere tijd in de weg staan. Mensen die hun eigen waarheid creëren. Zij proberen een alternatieve waarheid ingang te doen vinden. Moord op weerloze mensen noemen ze geen moord. En dat geldt niet alleen voor de 8 december moorden, maar ook de moorden van Moiwana en de moorden op Tjonalanga Passi. Allen moorden op volstrekt weerloze mensen. Zij noemen dat geen moorden. Ze hebben daar een alternatieve en neutrale term voor bedacht. Politiek geweld. En dat politiek geweld zou dan niet onder de strafwet moeten vallen. Waarachtige Surinamers zullen feiten en gebeurtenissen echter op hun juiste waarde weten te onderkennen en te benoemen. Vanaf de militaire coup van 1980 zijn er nogal wat alternatieve waarheden gecreëerd en gepropageerd. Ik wil vandaag terugkomen op de berichtgeving van de militaire leiding over de illegale gewapende groeperingen die na de vrije verkiezingen van 1987 grote delen van het Surinaamse grondgebied bezet hielden. Ze hebben ons willen doen geloven dat dit spontane groeperingen waren die tegen het wettige regering van Suriname vochten uit onvrede met het beleid. We hebben gekend de Tucayana Amazonas, maar ook de Mandela's, de Angula's en de Koffiemakka's. Uit eigen ervaring en persoonlijke waarneming heb ik kunnen vaststellen, en met mij vele anderen, dat deze illegale gewapende groeperingen mede georganiseerd en militair ondersteund werden door het Nationaal Leger onder leiding van bevelhebber Bouterse. Ja, u hoort het goed. Het Nationaal Leger van de Republiek Suriname, dat tot taak heeft de soevereiniteit en de nationale integriteit van de Republiek Suriname te verdedigen, werkte samen en ondersteunde illegale gewapende groeperingen die grote gebieden, ja zelfs het grootste deel van Suriname, bezet hielden. De illegale gewapende groep Tucayana Amazonas had zelfs een kantoor in de Memrebuku-kazerne van het Nationaal Leger. Daar konden de Tucayana's in- en uitlopen. Op Wajabo in Apura opereerden de Tucayana's en het Nationaal Leger broederlijk samen. Dit bleek zonder meer uit de operatie waarbij de dissidente Tucayana's
Pico en gezellen naar de Warschabo werden teruggebracht en daarna op beestachtige wijze met motorkettingzagen werden vermoord. De moordoperatie door de Tucayana's onder leiding van commandant Thomas zelf werd uitgevoerd, werd ondersteund en gadegeslagen door eenheden van het Nationaal Leger. De samenwerking tussen het Nationaal Leger en de illegale gewapende groepen was niet alleen een groot schandaal, maar het is een schandvlek op het blazoen van het Nationaal Leger. Het was verraad aan haar opdracht. Het was verraad aan de Surinaamse natie. Het was ook een slinkse en effectieve manier om het beleid van de gekozen regering na de militaire periode van 7 jaar bijna onmogelijk te maken. De militaire machthebbers wilden hun nederlaag niet toegeven en hun grote macht niet opgeven. Achter de schermen boycotten ze niet alleen de gekozen regering, maar ook de wederopbouw van Suriname. Ik ga vandaag niet de voorzitter van de Nationale Assemblée en de minister van Justitie vragen om serieus op deze zaken in te gaan. Ze hebben al bewezen dat ze dat niet willen of niet durven. Deze zaken moeten liever doodbloeden en in de doofpot van onze geschiedenis verdwijnen. Ik zeg ze vandaag opnieuw, omdat ik wil dat het Surinaamse volk zijn eigen geschiedenis kent. Dat de Surinaamse burger weet wie de ontwikkeling van Suriname heeft bevorderd of juist tegengewerkt. Macht werkt verslavend. Wij mogen dit nooit onderschatten. Maar de waarheid zal uiteindelijk ook de machtsverslaving ontmaskeren. De Bijbel zegt nogmaals: wat je elkaar in het duister toefluistert, zal in het volle licht worden verteld. Lucas, hoofdstuk 12, vers 13. Wij bidden God dat het 8 december strafproces meer waarheid aan het licht mag brengen over die duistere en fatale dagen rond 8 december. En dat waarheid tenslotte ook mag leiden tot gerechtigheid. Dat we als Surinamers niet weglopen voor wat we in ons volkslied zingen: recht en waarheid maken vrij. Recht op genoegdoening, recht op waarheid. Mogen u zegen over iedere van ons neerbaan. Zegen dan de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.